En natuurlijk de derby gisteren. Het beslissende doelpunt van de Ibrahimovic natuurlijk. Ook pijnlijk. De penalty, maar vooral de manier waarop de penalty uiteindelijk tot stand komt. Hier er is meneer Materazzi die zijn eerste seconde in het seizoen mag meedoen. Ja. En denkt, nou weet je wat, ik neem Ibrahimovic maar vast mee. En daarna was het echt heel pijnlijk voor Materazzi. Mocht hij dus niet meer in de buurt van Ibrahimovic komen. Toen moest Lucio alle duels opknappen met hem. En ik begreep dat Materazzi vandaag ook naar het ziekenhuis moest. Er is, ik weet niet of jullie dat nog hebben. Dat duel wat er nog komt tussen Materazzi en Ibrahimovic. Ja, we hebben het wel, maar ik weet niet of we er nog tijd voor hebben. Dus ik kijk dat echt, daar moet je echt naar kijken. Dat is echt een moordaanslag. Ja? Van? Ja, van Materazzi. Nou, maar, komt hij aan. Kijk, Ibrahimovic... Ibrahimovic, Ibrahimovic doet het heel goed, want hij beschermt zichzelf. Wat gaat hij links buiten weet niks bij. Wat krijgt hij geel? Geel. Hij krijgt geel. Wie? Van Ibrahimovic. Wat een debiel, joh. Ja, en Materazzi gaat er dus af. En ja, je is gek, die roze, joh. Ja. Van Basten zei gisteren... Ibrahimovic kreeg geel. Ik wil wel het adres van zijn kapper hebben, trouwens. Ja, goed. Ja, nee, van Basten zei gisteren over Materazzi. Die is 3 jaar geleden met voetballen gestopt. Alleen bij Inter weten ze het nog niet. Nou, tot zover deze uitzending.